zeggen. Je hebt dan een appartement geboekt voor de wintersport. Wij moeten ook snel beslissen, hoor. Straks is alles al weg. Oké. Oh ja, dat doet me eraan denken. We moeten even een afspraak maken voor de auto. Voor een grote beurt. Wil jij dat even doen, alsjeblieft? Oh, dan kan je gelijk ook al die flessen in de achterbak liggen. Kan je ook gelijk even wegdoen. Die liggen er ook al een eeuwigheid in. Nou ja. Poeh, hè? Nou. Oh. Het was toch druk, zeg, in de supermarkt. Niet normaal, waar al die mensen nou vandaan komen. En ik stond natuurlijk weer in de langzame rij. En voor me stond zo'n oude zeur. Ik was vergeten de groenten af te wegen. Dat zou je altijd zien. Hoe ik het zo uitzoek, zeg. Altijd in de langzame rij. Dat is echt een mysterie, hoe ik dat voor elkaar krijg. Interesseert je helemaal geen bal, hè, wat ik je allemaal te vertellen heb? Tuurlijk wel. Maar ik las in zo'n psychologieblad dat de gemiddelde man 8000 woorden per dag gebruikt. En de gemiddelde vrouw 2 keer zoveel. En nou is het probleem, ik ben net thuis van werk. En mijn 8000 woorden zijn op. Terwijl jij, je hebt er nog een heel zootje over. Hè? Ja, en zal ik ze nu maar meteen zeggen? Of zal ik ze over de avond verdelen? Nu maar meteen. Nu meteen? Kloothommel. Zakkenwasser. Eigenwijs. Mafkees. Sukkel. Flapdrol. Bedweter. Flauwerik. Slechte verliezer. Bijgoochem. Nijpnaars. Maloot. Dikzak. Slaapkop.